En de laatste lezing van vandaag zal worden gegeven door Roland van der Vliet. Roland is werkzaam als vogelecoloog bij bureau Waardenburg. En dan doet hij onder andere onderzoek naar de effecten van windparken, stroomkabels en luchtvaart op vogel- en vleermuispopulaties. En daarnaast is hij auteur van het boek wat recent is uitgekomen, De Griel, Chroniek van een spookvogel. En hij gaat ons nu vertellen over de geschiedenis van de griel. Ja, dankjewel. Succes. Ja. Dankjewel. Ja, er staan hier 5 mensen op deze eerste sheet. Ik heb mezelf maar even vet gezet omdat ik hier sta. Maar de andere 4 hebben minstens zo belangrijke bijdrage geleverd aan het boek en dus ook aan dit praatje. Dus ik wou ze niet onbenoemd laten. Toen ik ben gevraagd voor dit verhaal, toen dacht ik van hoe zal ik eens beginnen? Ik dacht eigenlijk, ik sta voor een volle zaal en ik ga jullie gewoon vragen. Wie heeft er wel eens een griel gezien? En dan ging ik ervan uit dat er een heleboel handen de lucht in gingen. Want uiteindelijk zal iedereen in Europa wel eens een griel hebben gezien. En dan had ik gevraagd, wie heeft hem in Nederland gezien? Nou, ik ging er stiekem vanuit dat het er al heel wat minder zouden zijn. En dan had ik gezegd, kijk, dan zal hij hem wel op een akker hebben gezien. Zoals deze vogel in de Eemshaven. Of op weiland. Maar dan was mijn derde vraag geweest. En wie van u heeft een griel gezien zoals op deze foto, broedend in de duinen, in de Hollandse duinen? En dan had ik gedacht dat er eigenlijk misschien wel helemaal niemand meer zou zijn met een hand omhoog. Want zoals je kunt zien, de laatste broedende griel was in 1957. En dan moet u dus een gezegende leeftijd hebben gehaald om dat gezien te hebben. Toch hebben wij met z'n vijven een boek over juist die periode, met name die periode over de griel in Nederland, geschreven. Dat is in september uitgekomen. En ik kan je als eerste afvragen, waarom is dat eigenlijk? Nou, wij vonden heel veel ongepubliceerde informatie was er beschikbaar aan de hand van bijzondere oude foto's. En het is eigenlijk zonde om dat in een kast te laten liggen. En al die foto's die leverden, als je bij elkaar puzzelt, een schat aan kennis op over hoe die griel in Nederland broedde. Waar, wanneer en wie ook de griel fotografeerde en filmde. En door al deze informatie hebben we meer dan 50 jaar na het verdwijnen, hebben we toch die hele volledige broedperiode kunnen beschrijven. Nou, het is niet het enige wat wij hebben behandeld in het boek. Dit is de inhoudsopgave. Maar de nadruk hier zal toch wel een beetje liggen op de griel als broedvogel. Met uitzondering eigenlijk van deze dia. Want de griel begon als een hele onbekende vogel in de middeleeuwen. Zag hij volgens de tekenaars er op deze manier uit. Nou, ik geloof niet dat nu nog mensen zal lukken om aan de hand van deze plaatjes de griel in het veld te onderscheiden. En in Nederland is die voor het eerst broedend vastgesteld in 1849 in de duinen van Noordwijk. In de jachtvelden die er toen waren van de notabelen zoals Verster van Wulvenhorst. Wij hebben heel veel diverse informatiebronnen moeten raadplegen. Dat was heel versnipperd aanwezig. We hebben 292 foto's en films achterhaald van de griel als broedvogel in Nederland. Er liggen heel veel vogels en eieren in de collecties in musea. Er zijn natuurlijk artikelen gemaakt, artikeltjes, maar ook krantenknipsels. Gemeentearchieven hebben we geraadpleegd. Dat zijn dan de bereikbare bronnen, maar we hebben ook manuscripten gevonden die nooit zijn gepubliceerd. Dagboeken hebben we geraadpleegd, brieven. En notitieboekjes. Om een voorbeeld te geven, dit is een rapport wat Artis heeft binnengekregen aan zeldzame vogels dat jaar. En daartussen staat een griel uit Rijzen in Overijssel. En dit is een fotocopie uit het Haagse gemeentearchief van de heer Asperslag, later naar België verhuisd. En hij is degene geweest die het laatste verzamelde grielenlegsel van Nederland in zijn bezit heeft gehad. Het ligt nu in Brussel. In het museum. De nestfoto's, of de foto's die wij hebben gevonden, waren vooral nestfoto's. En dat is nu O en A. Maar voor die periode van 100 jaar geleden moeten we wel realiseren dat er met enorm zwaar materiaal is gewerkt. Een houten statief, grote camera's, glasnegatieven. Het proviant voor de hele dag moest mee, een schuilhut moest mee.
En dan moet je ook nog bedenken dat je dat door het mulle zand van de duinen moest sjouwen. Dat was niet mis. En dan wilde je gewoon dat je foto goed was. Nou, en die foto die kon alleen maar goed zijn als het object niet bewoog. Want er waren alleen nog maar langzame films. Een vogel moet bijvoorbeeld 10 seconden hebben stilgezeten, zoiets. En dat betekent dat een vogel op het nest eigenlijk alleen maar echt geschikt was om een film of een foto te maken in die tijd. Desalniettemin, we hebben buiten die nestperiode ook wel wat andere zaken kunnen beschrijven. Dat is meer anekdotisch geweest op basis van dagboeken en de manuscripten die ik zojuist noemde. Nou, en dan beginnen we natuurlijk maar eens met het rubriceren van al onze data. En eerst maar eens kijken van wat hebben we nu eigenlijk voor ons liggen aan foto's en films. Nou, dat waren dus 292. Daarvan waren er een flink aantal gedateerd. Zelfs een, tot op de dag en maand van het jaar. Het leverde van 35 verschillende fotografen leverde het foto's op en 75 verschillende nesten. En wie waren dan deze fotografen? Daar beginnen we dan eerst maar eens mee. Gewoon eens maar eens even beschrijven van de dataset. Nou, er waren er 50 die zo'n 60% van alle foto's hebben geleverd. Burdett, Cornet, Steenhuizen, bekende Jan P. Strijbos en Tepe. Dit is bijvoorbeeld Jan P. Strijbos bij een schuilhut in de duinen. Die heeft er behoorlijk wat aantal jaren foto's gemaakt. Hij maakte deel uit van de Rausus Major, zoals ze zichzelf noemde, een soort schelmengroep uit Haarlem. Begonnen eigenlijk als eierverzamelaars, maar toch later wel vrij snel heel veel fotografen. Niet alleen Jan P. Strijbos heeft foto's van grielen gemaakt, maar ook zijn broer Joop. En ook G. Traanberg staat hier ergens op de foto. Dit is een foto van Adolf Burdett, een Zwitser die in Nederland woonde. Ook hij heeft heel veel foto's gemaakt in de duinen, omdat hij vlakbij de duinen woonde. Niet iedereen was zo makkelijk te vinden als fotograaf. En ook niet dat al het materiaal waarvan we wisten dat het bestond in manuscripten konden zo makkelijk vinden. We moesten naar Nederland, in Nederland kijken, dat is logisch. Maar ook Engelsen hebben foto's gemaakt van de grielen in Nederland. In Frankrijk lag materiaal, Zweden, Hasselblad, van de bekende fotocamera. In Zwitserland hebben we materiaal opgehaald. Zuid-Afrika is iets toegestuurd, glasnegatieven. En verder ligt er in het museum ook weer natuurlijk in Nederland. Maar het legsel van België noemde ik zojuist. In Colombia ligt materiaal. En ook in Amerika liggen Nederlandse grielen. Een voorbeeld van een moeilijk te vinden fotograaf is deze Bato. Die publiceerde dus onder een pseudoniem in het tijdschrift Eigen Haard. Het is toch leuk, ook voor de rest van het verhaal, de gegevens die je uit zo'n foto haalt om te weten wie dan die persoon was. Nou, gelukkig is er iemand anders in de 30 jaar geweest die een boekje heeft gemaakt met alle pseudoniemen en de echte namen die erbij hoorden. Bato blijkt J.J. van Batenburg te zijn geweest. En via het internet, het is ongelooflijk wat je daar kan vinden, viel mij op tijdens het afgelopen zoektochten. Konden wij achterhalen wie dat is geweest. Als we de foto's op een andere manier rubriceren, dan zien we in ieder geval dat de griel alleen maar met zekerheid heeft gebroed tussen Bergen Noord-Holland in de duinen, tussen Bergen Noord-Holland en Wassenaar. En Rienk Slinks, een van de 5 kornuiten die we al op de eerste dia zagen, die heeft de planten van een flink aantal foto's gedetermineerd om te zien in welk type landschap binnen de duineren die grielen hebben gebroed. En op basis van de soorten die je kan zien op de foto's konden wij de conclusie trekken dat dat vooral in het buntgraslandschap en het fakkelgraslandschap was van de duinen. En die twee landschappen liggen in de binnenduinrand, dus niet aan de kust. Niet bij de zee, maar aan de binnenduinrand. En dat zijn dus de oude duinen. En om een voorbeeld te geven, dit zijn de rode stippen. Dat zijn de specifieke locaties van nesten in de Amsterdamse waterleidingduinen. En die zijn dan ten opzichte van die landschappen ingetekend. En de meest oostelijke, de gele en de, ja, wat is het voor kleur, geel-groenig. Dat zijn het fakkel- en de bunt. Graslandschappen, dit oranje, dat is nog het duindoornlandschap, waar ook een aantal nesten is gevonden. Maar echt aan de kust,
daar ligt geen enkel nest. Je ziet ook trouwens een enkel nesten in, helemaal in, bovenin in het bos liggen. En daar kom ik later op terug, maar dat is een bos dat later is geplant. Dus die nesten die lagen destijds uiteraard gewoon in dat fakkellandschap of in het buntlandschap, buntgraslandschap. Nou, die foto's die kunnen we ook rangschikken naar datum. Dat bleek als zoveel wel problematisch. Er is heel veel ongedateerd, zoals jullie konden zien. Er zijn ook hele foute datums aan foto's gehangen. En soms zijn er zelfs foto's aan andere fotografen gegeven, om het zo maar te zeggen. Zo bleek het oeuvre van Jan P. Strijbos deels bleek daar dat van G. Traanberg in te zitten. Hebben we allemaal kunnen ontrafelen, althans een heleboel. Maar dit is bijvoorbeeld een beroemd voorbeeld binnen onze club. Dit is een foto van een broedende griel, door Strijbos gemaakt. Gepubliceerd destijds zonder details. En in 1980, in het vogeljaar, schreef hij, toen was hij al gevorderde leeftijd, zijn hersenen liet hem in de steek, om het zo maar te noemen. Die dateerde hij op mei 1923 in Amsterdamse Waterleidingduin. Nou, dat kan op zich. Alleen door ons zoekwerk kwamen we erachter dat hij uit mei 1950 stamde en dat de locatie in Bergen, Noord-Holland was. Dus dat was nogal een uitzoekwerkje om al die foto's goed te rubriceren. Niet alleen op plaats, maar ook op datum. Maar goed, uiteindelijk is dat ons gelukt en dat heeft ons tot deze figuur geleid. Wanneer een nest in Nederland is gestart. En dan zie je dat vooral in april, mei is geweest. Oftewel de vogels die arriveerden dan, de eerste vogels arriveerden in maart. En gingen dan een 2 weken, hebben dan de tijd nodig om te starten met broeden. En zo duurde dat door het hele jaar. En die hypothese waardoor een van ons, Gerard Toreel, met zijn onderzoek is gestart, is dat moderne grielen die wij nu in Nederland zien, die zien we vooral in mei, juni, april soms. En het idee van hem was van nou, dat zijn geen broedvogels meer, helaas, maar dat zijn late doortrekkers van jonge leeftijd. En de vraag is, kunnen we dat uit ons materiaal halen? Nou, hier kan je al zien dat onze broedvogels echt vroeg bij waren, dus dat geeft al een eerste aanwijzing. Overigens is dit dan zijn oproep geweest al in 1982, dus eigenlijk het start van het project om grielenwaarneming op te sturen. En onze moderne grielen, die zitten niet vaak meer dan 1 dag ter plekke en dan zijn ze weer er vandoor. Het zijn geen territoriumhouders. En een ander voorbeeld kan je zien uit dit overzichtje van gekleuringde grielen. In Engeland, waar ze broeden, worden ze van een kleuring voorzien. En je kan zien dat de tweedejaarsvogels, en dat zijn vaak vogels die wel vanuit een overwinteringsgebied naar het noorden trekken, maar toch wat langzamer aandoen, omdat ze toch niet gaan broeden. Ja, een flink aantal van die gekleuringde grielen, die bleken tweedejaarsvogels te zijn, zoals die tweede in Willep. Dat was een vogel die geringd was en pas in juni in Nederland opdook. Een latertje dus die geen intentie had om te broeden. Nou, hebben we dat allemaal uitgezocht, dan kunnen we eens even nog wat extra analyses over onze data heen gooien. Bijvoorbeeld hoeveel vogels broeden, paren broeden er eigenlijk in Nederland. Nou, dat hebben we kunnen maken met die staafdiagrammen. Maar hebben die fotografen, hebben die dan een probleem? Hebben die voor een probleem gezorgd qua druk? Qua druk op de populatie, want dat hoor je wel eens. Nou, dan kan je zien dat die druk in de eerste jaren vrij laag was, maar juist toen de soort al aan het verdwijnen was, die druk toch wel hoger werd. Nou, dit zijn allerlei onderwerpen die wij behandelen in ons boek. Natuurlijk iets uitgebreider. Er zijn duidelijk ook andere onderwerpen die ik hier niet aan bod kan laten komen. Van hoe zien jonge grielen eruit? Wanneer zijn die gevonden? Hoe groeiden die? Nog door iemand gewogen vlak voordat de soort uitstierf, verdween uit Nederland. We hebben een hoofdstuk over naamgeving en etymologie van de griel. Iets over rui. Het geluid hebben we kunnen
beschrijf aan de hand van dagboekgegevens. Geslachtsbepalingen een poging gedaan of dat in Nederland te doen was. Wat ze eten, de weg- en doortrek van de Giel uit Nederland. Maar ook vonden wij het leuk om biografietjes van de mensen op te nemen die Grielen hebben gefotografeerd of getekend of die Grielen eieren of Grielen hebben verzameld. En dan kom je toch ook tot interessante dingen zoals deze man. Getekend door het leven zou ik bijna zeggen. Had niet meer staan in het boek van Faus in de band van Vogels uit 1995. Dat is Cornelis Marinkellis, deze man. In 1963 al geëmigreerd naar Bogota in Colombia. En hij is de verzamelaar van het laatste Nederlandse grielenlegsel in 1956. Althans, dat is volgens het etiket wat er in Brussel aanhangt. En deze man heeft bij zijn overleden meer dan 23.000 eieren overgelaten en geschonken aan het museum in Bogota. Daar zitten, als ik het goed heb begrepen, geen andere grielen tussen. En daarnaast ook veel vogelbalgen in Amerika overgelaten. En in die zin, wat ik al zei, had hij een plaatsje misschien in dat boek van Faus verdiend. Maar misschien te vroeg geëmigreerd voor Faus. Ik moet zeggen, dit is voor mij een klein beetje een vraagteken gebleven, deze man. Dus mocht iemand van jullie die kijkt gegevens hebben over deze man, zeker van voor de periode van 1963, dan hou ik mij aanbevolen. Dat geldt trouwens ook voor die meneer Aspenslag uit België, waarvan ik zojuist een Haagse gemeentearchiefkaartje liet zien. Nou, alles samenkomend komen we dan op een hoofdstuk van waarom is die Giel dan eigenlijk verdwenen. Fotografen, eierverzamelaars, die waren er dus ook, hebben op het laatst, maar toen was de populatie al aan het afnemen, hebben wel een invloed gehad, maar ja, hebben toch niet de grootste invloed gehad. Daarvoor was de populatie daarvoor al aan het verdwijnen. En wij denken dus dat de beplanting van het duin door bos, door helm, maar ook het verdwijnen van het duin door villa-wijken, dat een grote impact heeft gehad, juist in die binnenduinrand komen natuurlijk die villa-wijken op. Het verdwijnen van konijnen heeft ervoor gezorgd dat de duin in ieder geval niet meer opnieuw geschikt kon worden gemaakt. Die konijnen verdwenen door de myxomatose. De eerste golf was in 1953, als ik me niet vergis. Ook toen waren dus de grielen al lang verdwenen, maar het heeft in ieder geval niet geholpen dat die konijnen vervolgens de duinen niet meer open konden houden, wat de griel toch wel op prijs stelt. Belangrijke factor, misschien wel de belangrijkste factor, denken wij, is toegenomen recreatie en drukte in de duinen. En dat kan ik al illustreren aan de Amsterdamse waterleidingduinen. Dat heb ik mij nooit beseft, maar die duinen, dat waren privégebieden. Daar mocht niemand komen. Tot een bepaald moment, toen zijn er dagpassen verkocht aan mensen. En als je dat legt voor de Amsterdamse waterleidingduinen, het aantal verkochte dagpassen in rode stippen met het lijntje ten opzichte van de populatie die we hadden, dan zie je dat dat toeneemt, die populatie of die drukte met een laag populatieniveau. En dat geeft denk ik aan dat die grielen erg te lijden hadden van zulke recreatie en drukte. Nou, wat heb ik geleerd de afgelopen 20 jaar? Want zo lang heeft het project uiteindelijk geduurd in de avonduurtjes. Het was liefdewerk, oud papier, zullen we zeggen. Nou, ten eerste dat we met z'n vijven behoorlijk eigenwijs kunnen zijn. Maar vooral ook dat duinen dus vroeger verboden waren voor bijna iedereen. Dat fotografen het voor vroeger het erg moeilijk hadden ten opzichte van wat we nu zien. Maar vooral, als we het over de Giel hebben, de duinen nu te druk zijn voor broedende broedparen. En verder was ik echt verbaasd over hoeveel er op het internet te vinden waren. En dat er zelfs, en dat is niet alleen op internet, ook nog vondsten van Grielen boven water komen. Van zolders en andere aftrachtplekken. Dit is bijvoorbeeld een dagboek van iemand die nog steeds in privébezit is van Sauer. En nou, dat dagboek hebben we kunnen inzien, gelukkig voor het boek. We hebben hier een foto die was zonder het fotograaf. We hadden zijn naam niet. Maar in vergelijking met van dat boekje met gepubliceerde foto's konden we erachter dat dit de heer Dietz uit het Haagse was die deze foto heeft gemaakt. En dit is de meest recente vondst nog in januari dit jaar van grielen veren uit de
uit de duinen van Bergen. Die keurig netjes waren opgeborgen in een schoenendoos. En hopelijk nu inmiddels in naturalis zijn beland. En het leuke van dit project is niet alleen dat ik meer te weten ben gekomen over de Griel. Maar dat ook soms mijn historie, ornithologie en persoonlijke privéleven bij elkaar kwamen. Zo ben ik tot mijn tiende in Heilo opgegroeid. Dit is landgoed Nijburg in Heilo, vlakbij Alkmaar. En dat was het huis van de familie van Forreest. En voor mensen die ook in schaken zijn geïnteresseerd, die weten dat daar een hoop Nederlandse kampioenen uit zijn voortgekomen uit die familie. Ik vond het vooral interessant dat deze van Forreest waarschijnlijk een van de verzamelaars was van een Griel in Annapolonapolder, waar ze ook nog eens een mooi optrekje hadden. Nog dichterbij, wat mij betreft, is dit Chinese restaurant. Ik woon tegenwoordig in Utrecht, vlakbij het Julianapark, het westen. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom ziet dit Chinese restaurant er niet uit als een Chinees restaurant? Nou, dat klopt. Het was het voormalige Natuurhistorisch Museum van Utrecht. En die conservator en dat was 100 jaar geleden, ongeveer, was de Roeleveld, een verzamelaar. Die is later vanwege allerlei Ark van Noach gedachtes nog uitgebreid in het nieuws geweest. Maar ook hij was in bezit van enkele grieleieren. En zo kwam het dat waar ik vaak Chinees ga halen, ook via de grielen weer bij me kwam. Mocht u informatie hebben over grielen, ligt er nog wat op zolder? Liggen er dagboeken misschien ook niet over grielen? Schroom niet die te beschikking te stellen aan de instanties. Wellicht dat het via Sofon kan of via vogelbescherming. Ik heb ook mijn e-mailadres er maar even bijgezet. Mocht u iets willen, kwijt willen, dan heel graag. Want u ziet dat er heel veel informatie uit te destilleren valt als je het maar bij elkaar kan leggen. En ik wil eigenlijk eindigen met een filmpje. Want ik heb het tot nu toe alleen over foto's gehad, maar een filmpje van Andries Hogewerf. Die heeft in 1950, als ik mij niet vergis, een filmpje gemaakt van het Noord-Hollands Duinreservaat bij Bergen. En in dat filmpje, dat ook op YouTube staat overigens, is de griel te zien in levende lijven. Dus hopelijk lukt dat. Ik zie in ieder geval dat het filmpje de eerste beelden beginnen. Dus daar wou ik het bij laten. De eieren van een griel. Dus ondertussen denk ik dat ik wel wat vragen kan beantwoorden. Kijk ik even naar de voorzitter van de dag. Hartelijk dank, Roland, voor een interessant praatje. Een mooie afsluiting van de dag, denk ik. En ook een fantastisch filmpje, dus ik denk dat de mensen thuis daar ook nog van aan het genieten zijn. Ik hoop het, ja. Ik heb op dit moment nog geen vraag. En er komt net een vraag binnen. Oh, kijk. Waarom een spookvogel? Dat is waarom een spookvogel? Ja, dat is waar. Goede vraag. Nou, dat was de bijnaam die Jan P. Strijbos gaf aan deze vogel. En dat is omdat hij weliswaar heel goed grielen kon vinden, maar toch ook weer niet. Want voor je het weet zag hij een griel en voor je het weet zei hij, en dat heeft hij ook opgeschreven, was hij de vogel weer kwijt. En dat vond hij zo opmerkelijk en ook mooi aan een griel. Hij heeft die bijnaam zelf verzonnen, spookvogel. Ja, ik kan me voorstellen als je ook de video's ziet, hè, schutkleuren. Ja, zeker. Zeker zwart-wit natuurlijk, maar ook in kleur. Hè? Ja. Zeker, ja. En de naamgeving van de griel, waarom heet die griel in het Nederlands? Ja, wij denken, er zijn bronnen die dat zo formuleren, dat het toch een onomatopee is. Dus hij is genoemd naar het geluid dat hij maakt. Ja. Een beetje fantasie hoor je daar griel in. Ja. En de Engelse naam, als ik daarop doorga, Stone Curlew. Ja. Ik bedoel, het landschap waar hij in broedt, daar heeft er niks mee te maken, maar misschien buiten de broedtijd? Het is natuurlijk een woestijnvogel. En in die zin zit hij met name in het zuiden wel tussen de stenen. Ja. En het wulpgedeelte is opnieuw de vergelijking van het geluid van de griel met dat van een gewone wulp. Dus dat maakt dat ze dat samen hebben getrokken. Super, ja. Ja, ik heb nu geen vragen, maar misschien dat er nog wat binnenkomt op de chat. Ik denk dat mensen gewoon aan het genieten zijn van het filmpje. Nou, ik hoop het, eerlijk gezegd. Ik moet eerlijk zeggen, ik geniet toch ook nog iedere keer weer dat als ik dit filmpje zie, dat we dat hebben gehad, maar dat we dat ook kwijt zijn, is toch
Dat is toch zonde. Ja. Van het type landschap waar de Grielin in broeden vroeger. Ja. Hoeveel van dat type landschap is nu nog over in Nederland? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat hebben we wel uitgerekend. Maar dat zijn echt plukjes. Ja. Het is echt bijna niks meer. Het is toch heel veel, hè, ook met die stikstof begroeid met duindoorn. Dat is toch wel... En het is ook bos geworden. Ja. Dus het is dat fakkel graslandschap, dat buntgraslandschap is gewoon best zeldzaam geworden in Nederland. Ja, zonder dat we zo'n vogel dan kwijt zijn. Hè? Want er komt nu ook een vraag binnen van Titia Kroon. Verwacht je dat de griel nog terug kan komen in Nederland? Nou, wij denken, ik spreek maar even in wij denken van niet. Nee, daarvoor is het toch te druk. En daarvoor is toch het landschap wat hij echt graag wilde hebben te fragmentarisch aanwezig. Ja. En het fragmentarisch is, ja, wordt bezocht. Helaas, hè? Maar ja. Jazeker, ja. Ja. We hebben er ook wel soorten wat teruggekregen natuurlijk. Maar elke soort die je verliest, komt de ene manier ook hard aan. Ja. Goed, dan wil ik je daarvoor bedanken, Roland. Dat was graag. Een fantastische afsluitende lezing. Ja. We hebben nog een presentje voor jou, dat kan ik je niet uitreiken. Maar dat mag je dadelijk zelf pakken. En dan, zal ik doen, dankjewel. Nogmaals bedankt. En voor iedereen thuis ook hartstikke bedankt voor het luisteren. We hebben ontzettend veel input gehad, ook vragen en heel veel kijkers ook bij de streams konden we zien. Dus dat is fantastisch. Het filmpje kan in principe blijven lopen, maar dit was het voor vandaag wat betreft de NOU. Dus nogmaals bedankt iedereen en nog een fijn weekend. Oké, dank jullie wel.